Lieve basketbalfans, ik uh, sta hier in een uh, nu nog lege Maaspoort. En het voelt een heel klein beetje als stilte voor de storm. Want volgende week, het is niemand ontgaan, komt er een geweldige week aan. Niet alleen omdat wij op 4 april uh, de Topper thuis spelen tegen Donar. Um, maar zeker omdat op 6 april de Legends terugkomen naar de Maaspoort. Ik ben vorige week in Amerika geweest, heb daar met Jan Dekker. Het programma nog eens doorgenomen. Weet inmiddels wie er op 6 april allemaal in de Maaspoort gaan zijn. En ik kan jullie vertellen, het wordt een feest. Uh, ben erbij. Het was niet makkelijk. Dus ik wil ook een, op voorhand een klein stukje uh, begrip vragen voor het feit dat wij met een heel team, uh, met onze clubhistoricus Rini Meester, bij, alles hebben gedaan om zoveel mogelijk mensen te traceren. En dat is niet makkelijk, want sommige mensen zijn wat ouder geworden, hebben geen e-mail. Uh, dus nogmaals, zijn er mensen van wie jullie als fans denken van goh, die moeten er zeker bij zijn, geef het door aan de club. En dan gaan we daar alsnog achteraan. Maar desalniettemin is er nu al een fantastische groep legends bij elkaar die allemaal hebben toegezegd: wij zijn volgende week in de Maaspoort in Den Bosch en het wordt een fantastisch programma. Om kwart over vier, ik zat dat met koeienletters letters in je agenda, om kwart over vier gaat de Maaspoort open en verwachten wij dat iedereen van de partij is. En de vraag die ik nog tot slot aan jullie zou willen stellen: jullie als fans van de club, jullie als betrokkenen met een enorm bos basketbalhart. Kijk eens om je heen. Met wie zat jij vroeger in de Vinkenkamp? Met wie zat jij vroeger in de Maaspoort? Zoals ik daar. Op tribune F1 zat vroeger. Neem die mensen weer een keer mee, want ze gaan hier de helden van vroeger zien. in een geweldige sfeer. met als toetje, nota bene, een fantastische basketbalwedstrijd van New Heroes tegen Apollo. Dus ben erbij om te beginnen 4 april tegen Donar, maar zeker ook 6 april, Return of the Legends, kwart over vier, hier in de Maaspoort.